Omwonenden langs de Zeddamseweg in Etten staan donderdag bij de Raad van State om hun bezwaren toe te lichten over het toekomstige crematorium dat daar wordt gebouwd. De buurtbewoners zijn al vanaf het begin tegen het crematorium en vrezen voor veel overlast. Rini Ketelaar woont met haar man Benny in een boerderij pal naast het toekomstige crematorium. Haar nu nog landelijke uitzicht zal straks bestaan uit parkeerplaatsen, een schoorsteen en een uitstrooiveld. Om straks elke dag met de dood geconfronteerd te worden, vindt Rini moeilijk. Nou, ik ben een geboren Ettenaar. Ik ken heel veel mensen, dus ik ken die families ook. En dat komt dicht bij je hart, hè? Dat raakt me elke keer. Ja, daar komen die bijzetvelden met die urns. Ja, en de parkeerplaatsen. Parkeerplaatsen, daar waar het bestaande gebouw is nog. Daar worden parkeerplaatsen. Ja. Dus. Ook andere omwonenden maken zich grote zorgen, met name over de verkeersveiligheid. De drukke provinciale weg kan straks met meerdere crematies op één dag tot gevaarlijke situaties leiden volgens de buurt. Ik woon hier tegenover, mijn tuin dus 30 meter vanaf de straat. Ik heb ze gewoon in de voortuin staan, zei ik. De gemeente die luistert niet naar ons. De provincie die neemt zijn verantwoording niet. Niemand is verantwoordelijk, maar ik heb ze in de tuin staan. En ja, ik moest eigenlijk eerst hulp gaan verlenen. Initiatiefnemer GUV Uitvaart wil niet voor camera reageren, maar laat in een reactie weten dat het zich meerdere malen heeft ingespannen om er samen met buurtbewoners uit te komen. En het nu de procedure bij de Raad van State wil afwachten. Voor Rini doet het pijn dat ze straks niet rustig oud kan worden in haar ouderlijk huis, waar ze haar leven lang nog hoopt te blijven. Ik weet dat mijn vader dit had moeten meemaken. Nou, die draait zich nu om in het graf, dat weet ik zeker. Die zou heel boos zijn geworden. Ik ben blij dat hij dat niet mee hoeft te maken, maar nee, voor mij is het ook veel te veel. Wij wonen in ziek, maar ik ben er ook al heel ziek van geweest.